Ja, ik heb nog een polderfilosofietje. En deze keer gaat hij eigenlijk weer over dieren. Vorige keer had ik het over een koe. Een aantal weken geleden is dat. En de blik in de ogen waarmee die de hele dag zijn gras aan het verteren is. Maar deze week gaat het over een hond. En wel over mijn eigen hond. Want Papi die loopt in de stad op een heel andere manier dan die in de natuur loopt. Hij gedraagt zich heel anders. En dat valt vooral op door dat zijn neus, ik heb het al eens eerder gezegd, over de grond gaat en hij dus met een gebogen nek naar voren zo loopt. En ik maak hier maar even een rondje. En zelfs zo erg dat hij soms gewoon niet doorheeft wat er in zijn omgeving gebeurt. Hè, dus langs honden loopt. En mijn verklaring daarvoor is, in de stad zijn gewoon te veel afleiding van geuren van andere honden. Er zijn zoveel honden in zo'n stad en die doen overal hun pisjes. En ze raken dus gewoon het spoorbijster. En zijn er met een kop niet meer bij. Door al die geuren, totaal verward. En niks voor een hond. Zo'n stad. Reden ook waarom ik liever met hem hier ben. Want dan gaat zijn hoofd omhoog. Dan kijkt hij voor zich uit. En ziet hij van alles. En hij begint te rennen. Dus dat is volgens mij een beetje het natuurlijke gedrag van een hond. Maar ik zie mensen in de stad eigenlijk tegenwoordig vooral hetzelfde doen. Met hun hoofd voorover gebogen. Tegen van alles aanlopend. Totaal hun omgeving niet meer in de gaten hebbend. En ze kijken dan helaas naar een mobieltje. En dat is dan de afleiding die een mens nodig heeft om zijn omgeving volledig te kunnen vergeten. Nou ja, ik zou zeggen, schop je hond de natuur in en doe het mobieltje weg. Ik heb hier ook één, maar zonder simkaart, dat kan ook. Dus je kan je mobiel ook gewoon houden, dan flik je die simkaart eruit. Ik heb deze nodig omdat ik anders dit apparaat niet kan besturen. Hoe gestoord is dat? Tegenwoordig werkt alles met een mobieltje. Dus dat is de enige reden waarom ik dat ding heb. Verder ligt hij in de la. Goed. Het zou eventueel, maar zo gebruik ik hem niet, een soort van thuiscomputer kunnen zijn. Zo'n soort halve iPad. Want ik heb daar een wifi natuurlijk. Ja. Maar ik gebruik hem daar niet voor. Dus nogmaals, weg met die mobiel, weg met die simkaart, lekker gewoon thuis gaan bellen en je hond er natuurlijk in schoppen en jezelf natuurlijk.